Het is echt fucked op warm in mijn kamer. Maar ik hou mijn trui aan omdat ik hem cool vind. Yo YouTube, is er hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Acid, heb jij een vriendin? Wel, ik heb geen vriendin, maar ik hou wel van meisjes. En omdat ik weet dat er een site is waar er geweldige relatiefoto's op staan. De naam is Tumblr. Gaan wij vandaag eens op Tumblr foto's bekijken van mensen die een leuke, fijne relatie hebben. Hashtag relationship goals. En dat doen we allemaal omdat het hier zo fucking warm is. Haha, het is hier zo fucking... King warm. Goeie afkoeling. Er staat iemand te bellen voor mijn deur. Yo, what the fuck? Gewoon een kindje op een fiets en hij was de bel aan het uittesten. Dames en heren, als je deze video leuk vindt, eigenlijk moet je het nu al gewoon doen, want deze video is leuk. Ik ben leuk. Like dan deze video, ik ben Acid en ik zou zeggen, laten we er maar meteen aan beginnen. Let's jump straight into the swimming pool. Yeah, yeah, I love the swimming pool. Let's go. Ooit in een heel ver verleden heb ik ook een Tumblr-account gehad. Maar ik zeg het je, dat was in mijn marginale periode. Dus niet echt wat ik moest doen met mijn leven op dat moment. En ik heb daar gewoon een Tumblr-account aan gemaakt. Elke dag leuke foto's posten die ik niet zelf gemaakt had. Maar ik zei van wel... Fucking kutzooi. Yes! Tumblr. Geweldige site. Dit was mijn e-mailadres vroeger toen ik toen ik nog in de baarmoeder zat. Al mijn vrienden hebben dit e-mailadres gelinkt aan pornosites en gay shit en zo. Nu krijg ik elke maand mails van Viagra pillen en zo. Om een grotere piemel te krijgen en zo. Echt geweldige vrienden. Maar het is tijd om een nieuw account te maken op deze site. En ik ben er helemaal klaar voor. Echt helemaal klaar voor. Yo, geen haat naar hipsters. Jullie zijn ook maar mensen. Haat jullie maar een klein beetje. Like als je die vlek op Acid's fucking trui storend vindt. Fuck off. Jullie commentaar altijd. Haat jullie allemaal. Ik heb nu al verschillende ziektes gekregen door alleen maar op de voorpagina te zitten. Geweldige site, geweldig. Dames en heren, we zijn er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Want ik niet! Let's fucking go. Gaat mijn leven nu al. Oké, eerlijk, dit is wel cool. Zo'n foto's vind ik wel echt compleet belachelijk. Ik kan ook zo met mijn mama liggen. Dat is wel redelijk verkeerd, maar het kan wel. Ja, natuurlijk, Tetris blokjes op je fucking pols te laten tatoeëren is een goal. Als jullie uit elkaar gaan staan er fucking rijden om Tetris blokjes op jullie hand. Goals. Fucking goals. Een meisje die wordt verkracht. Achter een jongen op het strand. Goals! Samen in een put kijken. Fucking goals! Dit vind ik dan de leukste foto van alles wat ik nu heb gezien. Dat is niet omdat het een YouTuber is. Het is gewoon omdat dat echt gewoon een funny foto is. Dat zou ik ook doen als ik een vriendin had. Meisjes, meld je maar aan bij mijn adres. Ik weet niet waar hier relationship goals aan is, maar ja, fucking Tumblr. Kijk, trouwen is misschien wel relationship goals, maar jullie gaan toch uit elkaar. Niemand blijft bij elkaar. Iedereen trouwt en dan gaan ze 4 seconden eruit elkaar. Snap je? Ik heb niks tegen trouwen, hè, maar oké. Het is wel zo. Iedereen gaat fucking uit elkaar. Yo, mijn oma en opa zijn nog getrouwd. Cause they stayed loyal. Maar nu, in deze wereld bedriegt iedereen elkaar. Ik bedoel, wat is de bekendste manier om een relatie te beëindigen? Gewoon elkaar bedriegen. I love it. I love it. Er is helemaal geen relationship goals, want dat is slecht voor de rollementen van dat skateboard. Skateboarden door de regen is slecht voor je wielen. Snap je? Er zit gewoon geen logica achter deze foto's. Kijk, een foto van Titanic. Betere kwaliteit dan de meeste YouTubers en webcam in 2016. Wow! Wow! De YouTube roast is fucking real! Wow! 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 Dames en... Wow! 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 I need assistance! Wow! Help! Help! Dat was zeker geen shot naar al die 1000 Minecraft YouTubers. Veel succes in jullie verdere YouTube carrière. Probeer een fucked up foto te vinden, maar echt alles is gewoon zo typisch. Dit is waarschijnlijk de meest gefucking poste Instagram foto ooit. Wat is hier zo speciaal aan? Tuurlijk is het leuk om handjes vast te houden. Doe wow, zo amazing. Bijna klaargekomen. Waarom? Zet je die shit op Instagram? Als je het een week later toch weer moet verwijderen omdat je een andere vriendje hebt. Huh. Dit zijn relationship goals. Snap je? Angelina Jolie, marry me. Kijk, ik zeg niet dat ik iets heb tegen relaties. Hij is gewoon een goede chilling, maar ik bedoel. Bedoel, waarom zou je zoiets op je Instagram zetten? Kan elke jongen aftrekken op jouw meisje haar tette? Ha, dat doe ik niet. She's mine. Not yours. Deze foto is gewoon cool omdat jas cool is. Dit is meer relationship goals dan de rest van de foto's die ik al heb gezien. Ik heb nu al 10 uur gescrolld of zo en ik zit nog altijd niet aan de foto's van gisteren. Het is allemaal vandaag gepost.
sick. Waarom zou je dit nodig hebben? Meisjes gaan niet naar het toilet. Ik heb dat al 1000 keer gezegd, maar mensen, het is echt waar. Meisjes gaan niet naar het toilet. Dit is een leugen, dit is een fabeltje. Meisjes douchen en in het toilet. Wat is het wel voor relationship goals? Wil je een andere zoekopdracht? Ja, zeker ja. Zou ik bestaan op fucking Tumblr? Zou iets vinden van mij? Oei, er zijn geen foto's. Kijk, dit vind ik dan fucking coole dingen. Gewoon cartoons met drugs. Echte puber. En ja, ik haat Jacob Sartorius fucking hard, want hij draagt skatekleren. Maar hij is een fucking faggot. Wow, much muscle skit. Please go suck a dick. Die telefoon is groter dan hun hoofd. Die telefoon is... Joke, kan ik hier ergens mezelf zo doodslaan met een schoen? Kan ik mezelf hier ergens kapot slaan met deze schoen bijvoorbeeld? Kan dat? Het ergste is dat die dudes denken of weten van hunzelf dat meisjes ze mooi vinden. Dan gaan ze extra gay foto's nemen. Kijk, welke jongen zou zo'n foto opnemen? Oh my fucking god. Please make it stop. It is please stop. Kijk, het enige coole aan deze hele foto is die trui. De enige reden waarom die foto nog cool is. Die gezichten. Wat is het? Waarom zou je zo kijken? Please. I'm so done with this shit. Dames en heren, als jullie de kut video vonden, smash de zekere kutduimpje omlaag. Ik ben Acid en ik zou zeggen, dit is mijn zelfgemaakte en gekleurde schoen. Ik ben hem echt gekleurd met een alcoholstift en yeah, so cool. Dames en heren, als jullie nog kut commentaar hebben, laat dat weten in de comments. Ik ben Acid en ik zou zeggen, ga jezelf uit de raam gooien of zo. Yo, haha, kut me rollen.